Goedemiddag, dit is Z2Day met vandaag. 60-plussers zijn een last voor de economie en kosten ons hardwerkende mensen alleen maar geld. Althans, dat beweren Amerikaanse onderzoekers, Robin. Ja, hoe meer ouderen in de bevolking, hoe lager de economische groei. Dat is aangetoond. Ik ga straks vertellen hoeveel dat is. En een beetje sterrenmenu kost al snel vele honderden euro's per persoon. Maar er is een plek waar je voor een schijntje daarvan op topniveau kunt dineren. Waar, Frederik? Ja, we vonden een stalletje in Singapore waar je supergoed en heel goedkoop kan eten. Dit is Z2Day van woensdag 3 augustus. Maar we beginnen met het luisterboek, want dat is booming. In de file, tijdens de afwas, terwijl je je tanden poetst of aan het sporten bent. Overal en op elk moment kun je je favoriete luisterboek erbij pakken. En dat doen we dan ook steeds vaker. Maar voordat wij daarvan kunnen genieten, moeten al die boeken natuurlijk eerst ingelezen worden. Vincent Bijlo laat aan onze verslaggever zien hoe dat in zijn werk gaat. Ik stelde me voor hoe het zou voelen straks en ik kleedde me huiverend aan. Beneden stonden de cornflakes al klaar met de melk die juffrouw Kootje eroverheen. Luisterboeken zijn populairder dan ooit. En meesterverteller Vincent Bijlo snapt dat wel. Luisterboek is natuurlijk ongelooflijk handig, want je kan het overal lezen wat je ook aan het doen bent. Het kan tegenwoordig zelfs op je telefoon, dus je hebt nooit meer een cd nodig of iets. En je krijgt gewoon constant een stroom tekst binnen, informatie binnen. Handsfree, dus je hoeft niks vast te houden, niks te doen. En als het goed wordt voorgelezen, wordt ingesproken, dan blijven je gedachten er natuurlijk heel goed bij. Dus dat is mooi. Bijlo is voorzitter van de Luisterboek Award en ook sprak hij verschillende luisterboeken in. Niet elk boek kan een luisterboek worden. Je kan bijvoorbeeld sommige non-fictie, daar lukt dat niet bij. Als het alleen maar hele droge info is. Je kan niet de nationale rekeningen van het CBS, kan je niet voorlezen. Maar echte regels voor een luisterboek zijn er niet. Nou ja, eentje misschien. De luisteraar grijpen en niet meer loslaten. En dat ik wel eens een keer een luisterboek wat Willem Nijholt had ingesproken. En ik stopte dat en ik had echt de neiging om te vragen, Willem, wil je een glaasje wijn? Want ik dacht echt dat hij naast me zat, die man. En zo werkt dat. Frederik, wat is de belangrijkste reden waarom die boeken zo populair zijn? Nou ja, Vincent Bijlo zei het al, hè? Dat komt allemaal dankzij de smartphone. Het is zo makkelijk, je downloadt even een appje, je zet er een luisterboek op en overal waar je gaten staat, kun je het luisteren. Veel handiger dan die cd's, vroeger dat gehannes. Die bandjes. En die bandjes werkt allemaal niet. Ja, werkt wel, maar dat maakt het wat lastiger. Dus dat. En ook uitgeverijen nemen het nu ook echt serieus. Dus neem bijvoorbeeld het nieuwe boek van Saskia Noord, Huidpijn. Dat kwam onlangs uit en dat ging dan in één klap. En het papieren boek kwam uit en een e-boek kwam uit. En ook het luisterboek, gewoon in één keer. En wat je voorheen had, was dat er pas 3 maanden later het boek eens een keertje uitkwam in alle stilte als luisterboek. Ja, en dan weten mensen het minder goed. Dus dat zijn eigenlijk de redenen. En dat zie je dan ook meteen terug in de cijfers. Dit zijn cijfers van Luisterhuis, moet ik zeggen. Dat is de nationale distributeur van luisterboeken. Dit zijn omzetcijfers. En hiermee zie je al die plusjes. Dat is allemaal ten opzichte van vorig jaar. Dus neem die laatste, juni. 46% meer omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dus dat gaat heel hard. En ook als je naar de Verenigde Staten kijkt, ook daar al die uitgeverijen van luisterboeken draaien allemaal heel veel meer omzet, omdat wij dat allemaal heel graag willen luisteren. Ja, want wie maakt die boeken nou eigenlijk? Nou, voorheen was dat dan een aparte partij. Rubinstein is zo'n grote uitgeverij van audioboeken. Die maken dat dan achteraf. Maar uitgeverijen nemen dat nu zelf ook veel serieuzer. Dus bijvoorbeeld AW Bruna, dat is een hele grote uitgeverij, die doet dat nu ook zelf. Dan huren ze een studio, dan gaan ze overleggen van welke stem past bij ons nieuwe boek dat we willen gaan uitgeven. Ja. En dan gaan ze dat in één klap doen eigenlijk. Ja, want het valt of staat natuurlijk wel met die stem. Je hebt stemmen die prachtig zijn, Willem Nijholt. Maar ik heb ook wel eens een stem gehoord. Ik denk, jeetje, moet ik daar nou uren naar gaan luisteren? Ja, en het moet ook. Ik bedoel, de stem moet geschikt zijn. Iemand moet een hele goede stembeheersing hebben. En het moet natuurlijk ook bij het boek passen.
En je hebt schrijvers die het zelf inspreken. Dus Maarten van Rossum, die spreekt zelf. Dat is een heel populair boek. Hoorcollege van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat heeft hij zelf geschreven. Heeft hij ook zelf ingesproken. Dus dat kan ook nog. Maar dan moet je dus wel een hele goede stem hebben. Want anders werkt het niet. Ja, precies. Ik heb altijd het idee dat luisterboeken ook iets goedkoper zijn dan papieren boeken. Is dat zo? Nou ja, die prijzen liggen niet zo heel ver uit elkaar. Dus laten we weer dat boek van Saskia Noord, Huidpijn. Papieren versie is een beetje €20. E-book ietsje goedkoper, €13. En een luisterboek is €15. Dus voor de prijs hoef je het in ieder geval ook niet te laten. Het is meer het gemak. Het is het gemak, ja, ja, zeker. Doe het zo? Nou, eerlijk gezegd niet, maar ik vind wel een hele goeie. Want ik, ja, het is een soort van bekenning, maar ik lees heel langzaam. En ik vind boeken wel heel leuk. Maar ik kom er, en als ik dan in boek, zeker in bed ga lezen, dan val ik ook nog een keer naar anderhalve bladzijde in slaap. Dus lijkt mij, als ik al in de trein zit naar mijn werk, dan lijkt me wel heerlijk zo'n luisterboekje. Tenzij je heel langzaam luistert en dan steeds terug moet spoelen. Ja, nee, ja, dan, ja. Nee, ja, en je moet ook goed zijn in multitasken. Want je luistert hartstikke snel. Straks in ZTD onthult Frederik waar je voor heel weinig geld een maaltijd van een sterrenchef eet. U ziet het al aan de beelden. U moet daar wel een vliegtuig voor in. En dit is uw kans om iets heel bijzonders op de kop te tikken. Want deze replica van de Batmobiel staat te koop. Robin, to the Batmobiel. Graag. Maar eerst, anders het nieuws van vandaag. Mag het grondpersoneel van KLM vanavond staken of niet? Daarover gaat het al de hele middag in een kort geding voor de rechtbank van Haarlem. En Ilko Hilteman volgt dat al de hele dag voor ons. Ilko, om 7:30 zou die staking moeten beginnen. Weten we inmiddels al meer? Ja, de uitspraak is zo'n 10 minuten geleden geweest. En die uitspraak luidt dat de staking verboden is. Er wordt dus vanavond niet gestaakt bij KLM op Schiphol. Want dat heeft de rechter heeft daar een kruis door gezet. En wat is de belangrijkste motivatie van de rechter daarvoor? Nou, de rechter vond het heel moeilijk om uitspraak te doen in deze zaak. Dat moet hij natuurlijk wel in een kort geding. Er moest vandaag een uitspraak komen. De rechter wil daar meer tijd voor nemen. Hij heeft zichzelf daar 8 dagen extra voor gegeven. Dus hij komt op volgende week donderdag op 11 augustus alsnog met zijn uitspraak. Maar tot die tijd, zegt hij, ja, ziet hij geen dringende maatschappelijke noodzaak, zoals hij dat noemt, om te gaan staken. En dus heeft hij gezegd, ik wil niet dat er nu actie wordt gevoerd tot mijn oordeel op 11 augustus, als ik er langer heb over na heb kunnen denken. Dus tot die tijd geen acties bij KLM. Ja, daarna zou het wel weer mogelijk zijn als de rechter dan wel toestemming geeft. Dat verklaart meteen ook waarom het zo lang heeft geduurd vandaag, lijkt mij, voor er enige duidelijkheid kwam. Ja, het begon om 13:30 vanmiddag en natuurlijk eerst heel pleidooi van KLM en ook Schiphol die zich gevoegd had bij KLM. Waarom zij vonden dat die staking niet door zou mogen gaan. Nou, toen de verdediging van FNV. Toen zei de rechter, nou, ik zie toch wel dat er misschien wat onderhandelingsruimte is. Gaan jullie maar eens even op de gang staan met z'n tweeën of met z'n drieën en proberen eruit te komen. Nou, dat is toen niet gelukt. Toen mochten ze allebei weer een pleidooi houden. En toen heeft de rechter dus uiteindelijk besloten om zijn besluit uit te stellen. Maar in de tussentijd in ieder geval die staking te verbieden. Ilko, heb jij na deze uitspraak al reacties kunnen halen bij KLM en bij de vakbond? Ja, ik heb eventjes met FNV gesproken. Die zijn erg teleurgesteld, ook erg verbaasd. Ze hadden dit absoluut niet zien aankomen. Ja, waar ze vooral verbaasd over zijn, zij zeggen normaal is het toch zo dat er een dringende maatschappelijke noodzaak moet zijn om een staking te verbieden. Nu zegt de rechter, ik zie geen dringende maatschappelijke noodzaak om een staking door te laten gaan. Dus die redenering snappen ze niet. Ze zijn ook erg teleurgesteld, want ze hebben nog gelijk na de uitspraak gevraagd of misschien een spoedappel mogelijk was. Nou, daarvan heeft de rechter, moest daar dan toestemming voor geven, heeft hij niet gedaan. Dus ze zijn erg teleurgesteld, maar ze erkennen ook, ja, onze handen zijn nu echt gebonden tot 11 augustus. Dus tot 11 augustus zullen wij, gedwongen door de rechter, niet in actie komen. Ilko Hilteman, dankjewel. En meer hierover in ons nieuws van 7:30 op RTL 4. Iets anders dan moord, corruptie en vriendjespolitiek. Het is maar goed dat House of Cards grotendeels fictie is. Maar Frederik, in Nicaragua begint het wel steeds meer op die politieke soap te lijken. Ja, het is niet te geloven. Ik moest echt lachen, maar het is eigenlijk diep triest. President Daniel Ortega heeft zijn running mate gekozen. En dat is zijn vrouw geworden. Tja, je kan dat doen. Hij wilde per se een vrouw, op zichzelf erg nobel. En toen dacht hij, ja, wie zou ik dan eens doen? En ik wil thuis ook nog gewoon een beetje thuis kunnen komen. En toen dacht hij, ja, dat doe ik gewoon maar mijn eigen vrouw. Ze kent het vak en ze kan hard werken. Ze was hiervoor woordvoerder van de overheid. Ja, dat lijkt mij wat anders. Maar zijn keuze is gevallen op zijn vrouw. En komt hij hiermee weg? Nou, daar lijkt het wel. Op 6 november gaan ze daar naar de stembus. Mogen ze president kiezen. En Daniel Ortega is torenhoog favoriet. Hij gaat dan voor zijn derde termijn.
Nou ja, en de oppositie, die zegt van ja, dit mag eigenlijk helemaal niet. Dit willen we helemaal niet. Het land is natuurlijk straatarm. Ortega krijgt veel te veel macht en die bouwt nu eigenlijk gewoon zijn eigen dynastie. Daar lijkt het tenminste. Voor het weten zitten zijn kinderen als minister van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. Nou ja. De beurswaarde van bedrijven dan, die is vele malen hoger dan hun boekwaarde. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De waarde van bedrijven op de beurs is gemiddeld 3,8 keer de boekwaarde. Maar Robin Fransman, is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Vroeger was het overigens heel gewoon, hè. Op de beurs werden de koersen van aandelen, die werden niet genoteerd in guldens, maar die werden genoteerd in percentages. Dus prachtige historische beelden zien we hier. De koninklijke olie deed dan 80%. Dat betekende dan dat het aandeel 80% van de boekwaarde was. Maar op een gegeven moment, en dat was al vlak na de oorlog, gingen aandelen boven boekwaarde noteren. En toen is men daarvan afgestapt en toen zijn we overgestapt op guldens. En dat is eigenlijk helemaal niet erg. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik toch heel voorzichtig aan het B-woord. Een bubbel. Ja. Nee, dat valt reuze mee. Kijk, bedrijven zijn veel minder kapitaalintensief geworden. Vroeger draaide het allemaal om grond en om apparaten en om machines en gebouwen. Tegenwoordig hebben we natuurlijk bedrijven zoals Microsoft en Google en dat soort dingen. Allemaal intellectueel eigendom en merknaam en dat soort dingen. Die worden door accountants toch wel anders gewaardeerd. Dus beleggers kijken nu naar kasstromen en veel minder naar boekwaarde. En je kunt dus beter kijken hoeveel keer de kasstroom betaal ik dan hoeveel keer de boekwaarde ga ik betalen. Eigenlijk alleen banken. Banken is nog relevant voor. Daarvan zijn er een hoop die onder de boekwaarde noteren. Over die banken gesproken. Het was eindelijk weer eens een goede beursdag voor de banken. En voor eentje in het bijzonder, ING. Bart Reino, Beursplein 5. Hoe is dat fonds geëindigd? Ruim 8% in de plus, Eliane. Ja, 8% in de plus voor ING vandaag. Doe maar, hoe komt dat? Goede jaarcijfers. Daar kwamen ze voor beurs mee. En dat bleek toch dat de kwartaalwinst beter was dan verwacht. Ze hebben meer leningen uitgegeven. Dat is toch uiteindelijk waar een bank voor op aarde is gezet. En ze hebben ook minder in de stroppenpot hoeven te stoppen. Dus allemaal goed nieuws. En dat wordt ook beloond met dit prachtige percentage wat er nu bij komt. Maar betekent dat alle zorgen die we ons hebben gemaakt, ook over ING natuurlijk de afgelopen dagen, dat die onterecht zijn geweest? Nou, allemaal niet. Maar ja, een beetje opgelucht zijn beleggers over ING althans duidelijk wel. Want je ziet toch dat ING zich de afgelopen jaren toch wel min of meer goed heeft heruitgevonden. Je weet nog wel, in de crisis moesten ze aankloppen bij de overheid om gesteund te worden. Nou, in ruil daarvoor moest ING zich wel voor een groot deel ontmantelen. Ze hebben allemaal dingen moeten verkopen in Amerika. Ze hebben de verzekering moeten afstoten. Meer terug naar de basis. Nou, en als je nou kijkt hoe dat in de koers de afgelopen jaren is uitgepakt, dan is dat eigenlijk een prachtige schop onder de kont geweest. Want je zag het plaatje al. Saai is het nieuwe sexy, heb je erboven gezet, Bart. Toen ING, 36% erbij in de koers de afgelopen 5 jaar. En dan dat sexy Deutsche Bank, wat toch al die jaren nog heeft geprobeerd om in de Champions League van die sexy zakenbanken, Goldman Sachs, JP Morgan, om daar mee te spelen. Nou, dat is totaal mislukt. Die hebben daar moeten afhaken. En daar is ruim 70% afgegaan in dezelfde tijd. Met als uitkomst dat ING nu ruim 36 miljard waard is. En Deutsche Bank, het ooit zo machtige Deutsche Bank, nog maar 15. Dus ja, ING heeft het wat dat betreft de afgelopen jaren. En Ralf Hamers, die topman van ING, toch echt wel bijzonder goed gedaan. Die zit nu glunderen op de bank, nu die dit bovenschrift van het rubriekje, van het grafiekje zit. Ja. Bart, hoe eindigde de beurs in zijn geheel vandaag? Nou, dankzij ING, wat toch een zwaar gewicht is in de AEX, eindigt ook de hele AEX in de plus 0,4% er vandaag bij. Bart Reijnen, dankjewel. Fijne avond. U kijkt naar ZWD met iedere dag wat u en ons bezighield op social media. Wat geen enkele Europese regeringsleider durft, doet de Italiaanse premier Matteo Renzi gewoon wel. Keihard uithalen naar de Turkse premier Erdogan. Laatstgenoemde had zich er in een interview met de Italiaanse TV over beklaagd dat zijn in Italië studerende zoon onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek in een witwaszaak. Volgens Erdogan kunnen ze in Italië betere jacht maken op de maffia dan op zijn zoon. Waarop Renzi twitterde: in dit land dienen rechters de wet en de grondwet en niet de Turkse president. Dat heet de rechtsstaat. Juist. Nu is Italië een van de meest corrupte landen van Europa. Dus of dat Renzi's stoere tweet nou zo gepast is, kun je je afvragen. Maar klare taal is het in ieder geval wel. En ook de Donald is natuurlijk altijd goed voor een veeg uit de pan. Als Trump tijdens een speech gestoord wordt door een babyhuiltje, begint hij nog aardig. Don't worry about that baby. I love babies. So, I love babies. I hear that baby crying. I like
Maar als de baby dan nog een keer huilt... Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here. I think she really believed me that I love having a baby crying while I'm speaking. Twitter ontploft en vraagt zich af wat erger is. Het gedrag van Trump of het publiek wat met hem meejuicht, ongeacht dat wat hij zegt. En dan nog even deze tweet die viral ging vanuit Australië. Deze man twittert het briefje wat zijn vriend Steve aan zichzelf had geschreven voordat hij een avond ging stappen. Beste dronken Steve, drink deze fles water, dan zal kater Steve je dankbaar zijn. Groeten, nuchtere Steve. Goed idee, maar dronken Steve blijkt toch lastig te paaien, want bij thuiskomst schrijft hij terug. Fuck you, sober Steve, I do what I want, and tell hangover Steve he's a little bitch. Oké. Effectief is het niet. Grappig en een tikje schizofreen is het natuurlijk wel. Bent u thuis ouder dan 60, dan bent u een last voor de economie en kost u ons, hardwerkende mensen, alleen maar geld. Het is niet mijn particuliere mening. Nee, dat blijkt uit serieus Amerikaans onderzoek. Robin, bij dat onderzoek komen we zo meteen. Maar eerst het aantal 60-plussers, dat neemt steeds meer toe. Hè? Dat klopt. We worden steeds ouder. Er worden ook steeds wat minder baby's geboren. Dat gebeurt wereldwijd en dat gebeurt ook in Nederland. Dit is eigenlijk de situatie nu. Jij hebt wat Duplo meegenomen voor mij, waarvoor dank. Dit is de situatie nu. Groen zijn alle jonge mensen, rood zijn de 65-plussers die AOW natuurlijk krijgen, zorg krijgen en niet meer werken. Dat is nu. En 30%, 20%? Ja, zo'n 20%. En als we 20 jaar vooruit gaan, rond 2036, dan is het aantal ouderen is eigenlijk al heel fors toegenomen. 50% erbij. Dit zijn dan de jonkies en dit zijn dan de ouderen. En wat het onderzoek nou zegt, is dat voor elke 10% die aantal 60-plussers toeneemt, dan daalt de groei. Dus dit is de groei die we normaal gesproken hadden mogen verwachten. Tot 2036 ongeveer. En na dit onderzoek blijkt dat we van die groei houden we nog maar zo de helft over. Dus dat is een kan beetje helemaal een weg. Tegenvallen. Nou, er blijft nog wel wat groei over per hoofd van de bevolking. Maar veel hoeven we niet te verwachten. En is het een gedegen onderzoek? Onder welke mensen is dit bijvoorbeeld gedaan? Nou, ze hebben twee onderzoeken gedaan. Dit is eigenlijk het tweede van een serie. Ze hebben wereldwijd onderzoek gedaan. Ze hebben ook onderzoek gedaan naar alle Amerikaanse staten met elkaar vergeleken. En ze krijgen toch wel steeds hetzelfde resultaat. Mensen die wat ouder zijn, die zijn minder productief. Ze hebben naar de aanbodkant, de productiekant van de economie gekeken. En het aantal mensen dat werkt neemt relatief ook ietsje af. En die twee effecten samen, die zorgen ervan dat voor elke 10% stijging van het aantal 60-plussers, de groei per hoofd van de bevolking met ongeveer 6% afneemt. En dat is best wel fors. Ja, je hebt het nu over de aanbodkant van de economie. Hoe zit het aan de vraagkant dan? Want die ouderen geven die dan ook minder uit? Ja, dat is de vraagkant heeft ook zo zijn effecten. Want we weten gewoon dat bijvoorbeeld mensen van boven de 75 ongeveer, die geven echt nog heel weinig geld uit. Hè. Die kopen geen nieuwe meubilair meer, geen nieuwe kleding. Die gaan dan ook zelden nog verhuizen. Dus dan houdt het echt op. Maar je ziet eigenlijk al boven de 60 zie je eigenlijk al die consumptie zie je eigenlijk al afnemen. Dus ook de vraagkant heeft ook nog echt effecten. Hoe kan dat eigenlijk? Want ik dacht dus juist dat die oudjes die hebben zeeën van tijd en heel veel geld. Die gaan cruises maken en golfen en hun kleinkinderen verwennen. Nou, dat wordt ook gedaan. Maar je moet ook niet vergeten dat de ouderen ook heel kapitaalkrachtig zijn. Hoge inkomens en hele lage lasten. Ja. Kinderen zijn het huis uit, hypotheek is afbetaald. Dus ze kunnen en op cruise en tegelijkertijd toch nog heel veel sparen. Want je ziet ook dat die groep ook gewoon heel graag nog een erfenis wil achterlaten voor de kinderen en kleinkinderen. Ja. Robin, deze cijfers en de Duplo-staatjes gaat allemaal over Amerika. Geldt het nou ook in ons land? Ja, je ziet het eigenlijk wereldwijd gebeuren. Dat lijkt eigenlijk heel erg op elkaar. In Nederland gaat het nog relatief goed. Vooral ook omdat we krijgen nog altijd relatief veel kinderen in Europa. In Duitsland worden veel minder kinderen geboren. Daar zie je dat veel sterker. En dan zie je ook die vraagkant is niet alleen dat ouderen minder uitgeven, maar ook de overheid gaat minder uitgeven. Op een gegeven moment zo'n land gewoon af. Je hoeft geen infrastructuur meer te bouwen, geen waterleiding, geen riool, geen woningen, geen nieuwe scholen. Er is genoeg voor al die mensen die er op dat moment zijn. Er is genoeg. We hebben er ook een plaatje van. En dan zie je dus dat het aantal ouderen neemt toe. En die overheidsinvesteringen, dat is die zwarte lijn, die neemt dan die neemt gewoon steeds verder af. Maar ik vind het toch opvallend, want al die ouderen hebben ook zorg nodig, bijvoorbeeld. Ja. Daar moet dan toch in geïnvesteerd worden? Dat klopt, daar moet geïnvesteerd worden. Dus daar zie je ook nog wel groei, maar dat zit in al deze cijfers. Ja, dat weegt niet op tegen die afname op andere
vlakken. Nou, niet alleen dat, maar die zorg die wordt ook nog eens gewoon betaald voor het grootste gedeelte uit belastingen die die werkenden moeten betalen. Dus daar zit een tweede remmend effect. Het feit dat het met belastingen wordt betaald maakt ook nog eens dat werken op zichzelf al minder loont. Want je werkt vooral om de zorg van anderen te betalen. Ik denk wel dat er nou heel veel mensen briesend op de bank zitten inmiddels. Want laten we wel wezen, we hebben ook heel veel aan deze mensen gehad. Mensen die nu 60 zijn, hebben over het algemeen 40 jaar heel hard gewerkt. Heel veel belasting betaald. Dus ze worden nou wel een beetje in een vreemde hoek weggezet. Niet waar? Nee, het gaat niet om, is het eerlijk of is het oneerlijk. Weet je, ongeacht wat er gebeurt, moeten we die lasten altijd een beetje gelijk verdelen. En dan zie je gewoon nu dat jongeren van nu veel meer belasting betalen en ook veel meer pensioenpremie betalen dan ouderen van nu ooit betaald hebben. Dus ook nu moet je niet kijken naar oud en jong. Je moet gewoon kijken naar draagkracht en inkomen. Ja, en dan zie je dat ouderen in ieder geval belastingtechnisch wel erg ontzien worden. U kijkt naar ZOD bij een restaurant met Michelinsterren. Denkt u misschien al gauw aan zilveren bestek en luxe ingrediënten. Maar eten op sterrenniveau kan ook heel anders. Over een paar minuten ziet u dat. Tot zo. U bent terug bij ZOD, bij een restaurant met Michelinsterren. Denkt u misschien al gauw aan zilveren bestek en luxe ingrediënten? Maar Frederik, jij hebt nieuws voor ons. Ja, het is ongelooflijk. Heel even, maar een gerecht in het allergoedkoopste Michelinsterrenrestaurant. Niet spieken. Oh, Robin! Volk jij mag niet meedoen. Ik denk toch wel minstens €50. Dat zou je denken, hè? Ja. Het is €1,50. Waar? €1,50. Een gerecht, een hoofdgerecht voor €1,50. Dat is in Singapore. We hebben daar een stalletje gevonden. Dit is de chef-kok. Die heeft dus een Michelinster gekregen. Shan Hong Meng. En je ziet, hij is wat onwennig. In de keuken is hij meer op zijn gemak. En dit is gewoon de rij. Maar kijk, mensen staan er gewoon vanaf 9:30 ochtends, of voordat het open is, staan mensen al klaar. Omdat het eten daar zo waanzinnig goed is. Wat eet je daar dan? Nou, het tentje heet Hong Kong sojasaus chicken en noedel. Dus chicken en noedels. Precies, dat is wat je eet. En dan denk je, nou, dat is toch heel gewoon. Dat kun je bij de Chinezen mij om de hoek ook krijgen. Ja. Maar het schijnt dus een sensationele smaakbeleving te zijn. Maar die meneer heeft niet gewoon zijn prijzen verhoogd. Nou, die, wat is ook van die €1,50 zou ik dan... Nou, hij heeft die ster pas net binnen. En hij heeft nu al wel gezegd van, ja, ik word helemaal zenuwachtig. Want mensen gaan nu van allerlei dingen verwachten die ik misschien niet kan leveren. Maar als hij nou een beetje slim is, dan gaat hij dit natuurlijk uitspelen en ook meer zaken openen. Ik zou denken, chicken en noodles, wat is daar nou bijzonder aan? Ze hebben ook iets anders, want die chicken en noodles, ze dachten van, nou, is leuk, dan gaan we dat proeven en zo. Dus even gebeld naar Singapore, maar ze konden niet zo snel mee komen. Maar wat we dan wel hebben, is dit, want dit hebben ze er ook. Dit vond ik zelf ook wel smaakvol, dus dat is echt sterren eten. Ik dacht, Eliane, misschien wil jij dat wel proberen? Vertel eerst even wat het is. We hebben hier, dat zit dus ook in veel van de gerechten van deze beste man. Wat hebben we daar? Sprinkhanen. En meelwormen. Dat zijn niet zomaar. Dat zijn buffalo meelwormen. Kunnen ze thuis eigenlijk ook zien? Ja. Oh, kijk. Lekker, daar gaan ze allemaal. Ja, je denkt dat ze dan bewegen. Nou, ik ga daar in ieder geval wel eentje proberen. Ik dacht zelf aan een sprinkhaan. Wat neem jij, Robin? Heerlijk, die komkommer. Ja. Kom op, dat is flauw. Ik neem ook je moet wel zonder vleugeltjes moet je het eten. Oké, okay. Robin? Oh, dat is best lekker. Nee, ik ga het echt niet eten. Nee, wil je er een meisje geven? Mag ik erin? Sure. En dit maakt hij dus? Schipje. Ja, het is eigenlijk een beetje flauw, hè, want die man... Vleugels dit zijn ingrediënten. Nee, ik doe maar die zonder vleugels. Oh, goed. Het is een beetje flauw natuurlijk, want dit zijn ingrediënten waarmee hij kookt. Oogjes. En dit is niet gemaakt door hem. Het gaat natuurlijk ook om de bereiding. Best wel lekker, toch? Robin, mag ik van jou de made? Tuurlijk. Het smaakt naar rijstwafels. Heel eerlijk, het smaakt naar rijstwafels. Het is niet verkeerd, hè? Het is ook gewoon etenstijd. Dus wat dat betreft... U thuis zit nu lekker aan een... Leef jij uit. U thuis zit nou lekker aan een gehaktbal of iets anders. Maar wij zitten... Het leek alsof ze nog bewogen zijn, toch? Ja, wat u thuis niet hoort, is dat hier net buiten de studio er een enorm gejuich en een soort ook misschien afgrijzen. Ja, ze zijn. Ik denk dat je gewoon niet te lang moet kijken en gewoon.
Ik vind het eigenlijk best wel lekker. En het schijnt dus heel gezond te zijn. Er zit heel veel proteïne in. Ja, joh, ik heb geen idee. Maar het is lekker en het is echt sterren eten. Ik heb nog nooit bij een Michelin sterrenrestaurant gegeten. Ik heb nu toch enorm de ervaring. Wat ik ervan vind is neutraal. We hebben ook op een rijtje gezet waar je nog meer heel goedkoop sterren eten kan eten. Dat is deze, dat is de Spotted Pig in New York. Heel simpel restaurantje. En deze hamburger, dat is voor €15 kun je die eten. En die schijnt ook waanzinnig te zijn. Dit is op de tweede plek in Nakajima in Tokio. Nou, dan zitten er in Tokio sowieso heel veel sterrenrestaurants. Dit is de allergoedkoopste. Visgerecht hier is €6. En dit is tot slot Tim Ho Wan in Hongkong. Waar je echt de echte baked bun with barbecue pork. Ziet er lekker proberen. Uit. Ziet, dit is volgens mij dim sum trouwens. En ook voor een paar euro, €6 of zo, heb je daar Michelin sterren eten. Wat is het duurste eigenlijk? Ja, duurste dat is ook een hele leuke. Robin, niet spieken. Oh, je hebt het misschien al gezien. €2000 op Ibiza. Dat is deze. Ja, dat is echt een waanzinnige. De Sublimotion op Ibiza. Chefkok is Paco Ronquero. Die is dus bekroond met 2 Michelin sterren. Maar dat is meer een soort, ja, ze noemen het ook niet een diner, maar een show. Ja, want hier zit je dan met z'n 12. En dan kun je dus waanzinnig goed eten. Wel €2000 verder. Dus dan is misschien Singapore toch beter. Dus ze blijven wel een beetje tussen je tanden. Ja, ik wil het zeggen. Ja, we hebben al zo meteen een item waar we even... Je hebt nog een tweede maaltijd. Gaan we doen tijdens deze rubriek For Sale Today. Daarin laten we iedere dag iets moois, bijzonders of gewoon iets heel erg duur zien dat vandaag te koop staat. Batman. Jawel, nostalgie in de For Sale Today. De Batmobile uit de film en de serie uit de jaren 60 staat te koop. Of, nou ja, het is een replica, maar dan wel een hele goeie. Toegegeven, deze Batmobile verschilt van een paar punten van de omgebouwde Lincoln Futura waaruit het origineel is opgebouwd. Dit is namelijk een flink gepimpte Ford Thunderbird uit 1958. Maar de ontwerper van de originele wagen, George Barris, was dermate onder de indruk van de kopie dat hij besloot hem direct te kopen en er ruim 20 jaar in rond te rijden. Dus het woord replica, dat doet deze beauty eigenlijk tekort. Tot in de details matcht deze wagen met het origineel. En vanzelfsprekend is ook het interieur van de wagen geheel in bijpassende stijl. Met rood-zwarte lederen bekleding en de laatste snufjes van 50 jaar terug. En alsof het nog niet genoeg is, u krijgt de Batcycle erbij. Moet u nog wel een maatje zo ver zien te krijgen om Robin te spelen. Wat dit mooi zo kost? $500.000. Duur, zegt u? Nou, het origineel is onlangs van de hand gegaan voor meer dan 4 miljoen, kniepert. Dus niet zeuren, maar kopen. Straks, de Financial Times zwaait met een rode vlag. Want in Amerika stijgen de creditcardschulden en de huizenprijzen. En dat was nou precies waar de vorige crisis mee begon. Maar eerst het sportnieuws van vandaag. En daarvoor is aangeschoven Bart Nolles. Wil je ook een springkaan? Mag ik bedanken? Niet echt sportvoer, hoor. Wel lekker veel proteïne. Maar we beginnen met Rafael van der Vaart, want je hebt nieuws daarover. Ja, hij is er een mondeling uit met de FC Midtjylland. Dat is een club uit Denemarken. En in Denemarken zelf zijn ze wild enthousiast over de komst van onze voormalige international. Waarom gaat hij daar naartoe? Nou, daar zijn verschillende redenen voor. Die ga ik je vertellen. Om te beginnen eventjes zijn salaris. Want er zijn heel veel sponsoren die zeggen... ja, hij vraagt eigenlijk te veel. Maar we vinden het zo leuk en zo belangrijk... dat zo'n grote voetballer naar ons toe komt. Wij springen wel bij. En dat is ook nodig. Want zijn salariseis van der Vaart daar in Denemarken... ligt 2 keer zo hoog, namelijk €400.000... ten opzichte van de duurst betaalde voetballer... op dit moment bij FC Midtjylland. Die club overigens bestaat al niet zo heel lang. Sinds 1999. In 2015 wel al een keer kampioen geweest. Doet ook altijd mee op de Europese toernooien. Europa League vorig jaar in een pool met Manchester United. Nu zijn ze aan het strijden voor de Europa League om daar aan deel te nemen. Maar goed, om terug te komen op jouw vraag. Waarom gaat hij daar naartoe? De liefde. Oh, en niets hij is meer... toch met een Nederlandse? Hij is met Estavana Polman, dat is een handbalster. Die is op dit moment in Rio om mee te doen. En die speelt daar? Die speelt in Esbjerg in Denemarken. Dat ligt ongeveer 80 kilometer daar vandaan. Ja, dat is nog eens geëmancipeerd. Ja, al die vrouwen die een man achterna gaan. Precies. Oh, de voetballer volgt nu de vrouw in plaats van andersom. Dat is best uniek. En die €400.000, dat is per week?
Of? Nee, er zijn voetballers die verdienen dat wel per week. Dan moet je denken aan Pogba, Bill, Ronaldo, et cetera. Nee, dit is 400.000 euro per jaar. Okay. Dus en dat is voor Van der Vaart niks, maar hij doet duidelijk een stapje terug... omdat hij dat ook gewoon sportief gezien moet doen. Want ja, wordt wat ouder en ja, kan het allemaal niet zo heel erg meer aan. En zijn kind is toch bij zijn ex-vrouw in Hamburg? Precies. Dus dat is ook dan wel... Dat is ongeveer 3 uur rijden naar Hamburg vanuit dat Deense plaatsje Herning. Want daar ligt die club. Ja, dat is 3 uur rijden. Dus dat is, het is puur ook wel logistiek en dus... de liefde. Leuk. De Olympische Spelen dan, Rio. Overmorgen begint het, hè? Ja, dan is de openingsceremonie morgenmiddag om 5 uur. Dan zullen we weten welke Nederlandse sporter de vlag mag binnendragen... straks in het Olympisch Stadion bij die openingsceremonie. Wie denk je? Ja, dat is toch een beetje lastig voorspellen. Want er zijn natuurlijk altijd heel veel sporters die ervoor kiezen... niet naar die openingsceremonie te gaan... omdat ze al snel moeten gaan sporten. Er zijn ook nog heel veel sporters niet in Brazilië aanwezig. Dus ik ga me de handen daar niet... Daphne Schippers. Ik zet mijn geld op Daphne Schippers. Ja, ik zou... Schrijf hem op. Ja, oké, okay, ik schrijf hem op. Daphne Schippers. Nee, maar dat zou best wel kunnen. Ja, dat zou best wel en je kunnen. Hebt nieuws over de Olympische vlam, hè? Die vlam, ja, die is vandaag aangekomen in Rio. Dat is uiteindelijk het laatste stukje per boot gegaan. In april is de vlam ontstoken in Olympia in Griekenland. Vervolgens via 12.000 estafettenlopers moest die in Brazilië aankomen. Maar dat is dus gelukt. Hier is de burgemeester die de vlam ontvangt. Die vlam is onderweg wel een paar keer gepoogd om te doven en om te stelen. Omdat er allerlei mensen het er niet mee eens waren dat er zoveel geld in omgaat in die Olympische Spelen. Maar hier staat een trotse burgemeester van Rio de Janeiro. De vlam is dus inmiddels binnen. Die kan dus straks ontstoken worden. Maar ja, de Spelen zijn eigenlijk al begonnen. Namelijk zojuist. Om 6 uur is namelijk het Olympisch vrouwenvoetbaltoernooi begonnen. Met een wedstrijd tussen Zweden en Zuid-Afrika. En bij Zuid-Afrika is er een Nederlandse bondscoach, Vera Pauw. Voor haar en Zuid-Afrika is het Olympisch toernooi dus al begonnen. Ja, wat leuk. En dan heb jij nog Formule 1 nieuws voor ons. Chris Annan, oud Formule 1 coureur, is vandaag overleden. Chris Annan wordt wel gezien als een van de beste Formule 1 coureurs die nooit een wedstrijd wist te winnen. Hij reed in de jaren 60 3 seizoenen voor Ferrari, maar viel meestal uit. Hij heeft heel veel pech gekend in zijn loopbaan in de Formule 1. Wat een prachtige beelden. Ja, dit is echt waanzinnig. Dit is jaren 70 overigens. Totaal reed Chris Annan tussen 63 en 66. 96 keer een Formule 1 race, waarbij hij 11 podiumplaatsen en 5 keer pole position wist te halen. Maar hij won dus nooit. Wel won hij in 1966 Le Mans. Dat is overigens niet dit beeld. Dit is gewoon een keer tijdens een oefenrondje en een gezellig wedstrijdje die hij wel won. Maar Le Mans heeft hij in 66 wel een keer gewonnen. Overleed vandaag op 73-jarige leeftijd in Nieuw-Zeeland aan de gevolgen van kanker. Een grootheid in de Formule 1. Zeker. Bart, dankjewel. U kijkt naar Z2D met zometeen. De Financial Times zwaait met een rode vlag. Want in Amerika stijgen de creditcardschulden en de huizenprijzen. En dat hebben we eerder gehoord. En dat liep toen niet goed af. Over een paar minuten. Tot zo. Over file en drukte gesproken. De Chinese hoofdstad Peking, daar weten ze daar alles van. Want er staat bijna permanent file. Meer Chinezen dan maar het openbaar vervoer in, zou je denken. Maar ja, die stadsbus moet ook weer door diezelfde file. Of toch niet? China, het land van de onbegrensde mogelijkheden en van schier eindeloze files. De verkeersproblemen in met name de Chinese steden worden zo groot dat er drastische maatregelen vereist zijn. En dus werd er de afgelopen mei op de techbeurs in Peking het idee van de Transit Elevated Bus gepresenteerd. Een vehikel van 21 meter lang en 2 rijbanen breed, wat over de file heen rijdt terwijl het 300 mensen kan vervoeren. En dat nog volledig elektrisch ook. Daar hebben de door smog en files verstopte Chinese steden wel oren naar. Maar goed, helemaal niemand buiten China zag dit idee in de praktijk gebracht worden. Maar dan kent u de Chinezen nog niet. Want, tadaa, tot ieders verbazing en verbijstering hebben de Chinezen er in een paar maanden tijd daadwerkelijk een gebouwd. En hij heeft zijn eerste proefrit achter de rug. Meer vehikels en steden zullen weldra volgen. Wat niet wil zeggen dat hij ook echt bijna operationeel is, want er zijn nog behoorlijk wat hobbels te nemen. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als je met dit ding over nietsvermoedende automobilisten heen rijdt die ook nog eens de bocht omgaan? Dat soort dingen moeten allemaal nog worden getest. En misschien nog wel het grootste obstakel, vanwege bestaande bruggen kan de TEV niet te hoog worden en dus hoeft er maar één vrachtwagen in de file te staan en dan kan die zelf ook niet meer verder.
Al bleek onlangs dat een vehikel voor je voor een Chinese buschauffeur geen probleem hoeft te zijn. Zo kan het ook. Durven jullie erin in deze bus? Ja. Nou ja, ik zou het meer eng vinden om er onderdoor te rijden. Of dat ding komt gewoon boven je. Ja, dat is waar. Over claustrofobie gesproken. Dan eet ik liever een made. Daarover gesproken, ik ben een beetje misselijk. Ja, ik word een beetje van boeren. Sorry daarvoor, maar het is zo.